Ja, ze had er toch heel veel moeite mee. En dus dat heeft ze mij verteld. En dat blijft natuurlijk toch ergens in mijn achterhoofd hangen. Hè? Dus ik heb met hem heb ik dat ook gewoon. Ik weet gewoon zeker van. Als ik... In mijn hoofd ben ik de enige die dit gelooft. And I hope someday that you will see what's going on inside of this. Oké. Okay. 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 Ja, dat is hier. Neem mijn jas mee. Ik hou mijn jas aan, er zit alles in. Ja, ik neem hem mee. Daar wil ik zitten, want het is handig. Ja. Het is een... Ja, ik ben vooraan. Het is een bingo-middag. Een bingo-middag? Nee, mijn vrouw is daar weer gespeeld. Van die 6.000 is het naar 100 gegaan en die 100 kregen deze juryleden te zien. Laat me zien, kon ik maar wel lopen op dat veldje, is meer dan wat ik verdien. Welkom allemaal bij de finale van de grote gedichtenwedstrijd 2022. Mijn naam is Andrea van Pol, ik ben de ceremoniemeester. Hier zitten jullie allemaal in. Ik mag dus. Je hebt gelijk. En dan kom je naar voren en draag je gedicht voor. 3, 2, 1. Corien Dijkhuis. Hey. Onderzeil. Dromen zijn boten waarop we door het duister varen. Zo ver we kijken kunnen, water. Het is te donker aan boord om de zeekaart te lezen, te licht om de sterren om richting te vragen. Als jij van ons tweeën het eerst zult ontwaken, schrijf ik je brieven van zee. Ik weet dat wanneer je ze leest, het heel even zachtjes zal lijken. Mijn debuut verscheen ietsje meer dan 2 jaar geleden bij Nieuw Amsterdam. En waarom deed je mee aan deze wedstrijd? Dacht je gewoon, ja, ik wil gewoon lekker pot met goud. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ik doe eigenlijk elk jaar mee. Alleen niet in het jaar dat mijn bundel verscheen, maar toen had ik alle gedichten in mijn bundel gestopt. Ja, want ze mogen niet gepubliceerd zijn. Nee, precies. Dus, en tot nu toe sta ik elk jaar met 1 of 2 gedichten in de Mag wel iets harder, hè? Synesthesie. De goddelijke groene geur van gemaaid gras op een warme dag. Ik stond stil, snoof diep. Ik ruik het schreeuwen van de grassprietjes, zei mijn zoon van 7. Sindsdien verwildert mijn tuin en huil ik als ik een hovenier zie. Ik heb wel genoeg fantasie om het te kunnen waarnemen. Ja. En dacht je niet, want het is een gedicht van 4 regels. Nanny? Luisterburg. Sinds het laatste vliegtuig is vertrokken, raap ik veren. Grijze van de duif, zwarte van kraaien. Ik plak ze op mijn huid. Vogels zwaarder dan 18 kilo kunnen niet vliegen. Vervloekt zijn onze botten. Ik train mijn spieren en ik vast. Struisvogels wegen 125 kilo. Mijn moeder eet steeds meer. Moet ik haar achterlaten? Het is een fabel dat vogels mensen dragen. Dagelijks klaagt ze luid dat vrouwen elke toegang is ontzegd. Er zijn geen deuren meer, ik zeg het je. We moeten vensters zoeken. Ik zweef gesluierd over straat, verzamel veren. Ze liggen overal. Zijn vogels in de rui
of alles. Ik vind het wel heel prettig om het nu gewoon daarna te luisteren en ervan te genieten. Want toen ik het zelf dus doorlas, ging ik meteen, stond mijn blik meteen van, oké, dringt er zich een melodie of ritme aan mij op? Dus ik ben in eerste instantie niet eens gaan kijken van, raakt dit mij? Of is dit mijn smaak inhoudelijk? Maar gewoon meteen kijken, geeft het mij, want het waren zoveel gedichten. Dus ik dacht, ik moet gewoon echt meteen bij die eerste paar zin het gevoel hebben dat er een lied zich aan mij opdringt. En wat mij betreft, of in ieder geval in deze liedjes, hebben we dan vooral gekozen in dat het meteen een soort ritme in die tekst zat. En dat het dus ook wel echt wel wat tekst was. Dus ja, wat dat betreft, de korte gedichten, die stranden dus wel toch wel meteen dan. Want we wilden wel een lied kunnen vullen en niet 1000 keer hetzelfde couplet zingen of er van alles bij bedenken. Voor het liedje zou het mooi zijn, voor de melodie, als nou die 3 woorden even worden herhaald. Of wordt de dichter dan heel boos? Je gaat het zo mee. Oh, maar je hebt het dus niet gedaan. Of was de verleiding heel groot? Want het is natuurlijk in de beperking liggen. Dan ligt jullie creativiteit. Nou, we zijn echt streng geweest op elkaar. En echt gewoon de eerste, die heb ik ook uitgekozen. En dan echt streng geweest van echt zo intact mogelijk. Dus jij hebt heel veel aan die teksten aangepast. Nou, dat was wel mijn intentie, zo van, dat gebruik ik dan een beetje zo als het een beetje houvast van een liedje. Ja, maar ik heb een stokje voor gestoken. Ja, maar het is niet dat je echt woorden verandert. Er komen straks echt een opstand. Zo is het een beetje. Voor als eerste spelen we Als het klaar is, kom ik het brengen. Van Sander Kuij. Als het rond is, kom ik het brengen. Ik heb een deel opnieuw geleefd. Alles is al uitgetekend. We doen alsof er niets is gebeurd. Als het glad is, kom ik het brengen. Ik heb een deel opnieuw gestreken. Folie zonder harde vouwen. We vergeten hoe het leven voelde wat het is. Toch hier binnen weten wij het zeker. Als het goed is, spoelen we het weg met zoete drank, drinken we door voorbij de schaduw van onze huid, tot de spijt spartelt in het zuur. We hebben het ergste nu gehad. Sanne, heel erg gecharmeerd van, dankjewel. Ja, leuk. Ja. Carolien Hanken. Ja, ik zeg niet. Later was mijn huis niet meer. Mijn land bleek ook niet echt mijn land. En mijn vader was niet wie ik dacht. Mijn herinneringen zijn gevolgd geraakt door vreemden. En anders slaapt nu in de kamer. De kinderen van mijn vader, wie zijn dat eigenlijk? Alsof ik dwaalde door het poppenhuis van een onbestaanbaar kind. Het was een hele verzameling van herinneringen die ik kreeg. En daar kwam dit toen uit. Ja. Toen ik 7 was, ben ik gedichten gaan schrijven. Maar dat was toen ik in Amerika woonde. Oh. Dus die zin, de taal, er staat iets over de taal die ik ooit gebruikte, ooit sprak, ooit dacht. Dus als kind... Dat is een van die herinneringen, ja. Dat ik dus begon te schrijven in het Engels dan. Ja. En dat ben ik blijven doen, maar ik ben naar Nederland verhuisd en toen in het Nederlands gaan schrijven. Robin Veen. We zijn niet begonnen met deze 2 gedichten, die zijn het geworden. We hebben meerdere dingen uitgeprobeerd. Dus het is mooi om het allemaal
die weer langs te willen komen. We kijken elkaar tot en oh ja, die hebben we ook nog gedaan. Ik had ook het gevoel van dit is iemand met heel veel gedachten en er gebeurt, er zijn geluiden in dat huis, er gebeurt van alles. Maar die muur, die biedt hou vast. Dit is een muur. Ergens in dit huis hoor ik het roesten slaan van buizen. Het kraken van de vloer, een voetstap verdwaald in de tijd. Ik neem de kleinste geluiden waar, maar als ik schreeuw, kaats het onhoorbaar tussen de muren. In het diepst van mijn kamer bewoon ik mijn lichaam. Mijn gedachten slaan neer op de wand, zodat het nachtoog ze kan zien. Ik praat mijn eigen zinnen na. Mijn gedachten op de wand, zodat het nachtoog ze kan zien. Ik praat mijn eigen zinnen na. Duid de wereld voor mezelf. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Duid zo de wereld voor mezelf. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Ik neem de kleinste geluiden waar, maar als ik dan hardop schreeuw, is het onhoorbaar tussen muren. In het diepste van de kamer. Zorgvuldig in mijn hoofd, gemetseld tot er iemand een deur eindelijk opent. Maai ik woorden van me af. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Vier letters aan, zeker. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Dit is een muur, zeg ik, dit is een muur. Vier letters aan zekerheid. Want één komt dan, meer weet ik niet. Nee, dat is genoeg. Maar in ieder geval een prachtig gedicht en gefeliciteerd met je. Dankjewel. Martie Jansen. Meester. In de verte bij mijn klaslokaal zag ik mijn meester met bloed aan zijn handen. Hij stond zwijgzaam op de gang en waste zijn handen aan de rode brandslang. Ik vroeg hem of mijn moeder hem mocht bellen. Hij schudde zijn hoofd en verdween. Alleen het bloed dat achterbleef, scheen zoals het rode licht op het werk van moeder in de avonddienst. In de wasbak op het toilet lag een dode raaf. Zijn uitgedroogde veren roken naar het uitgevallen haar op het kussen. De conciërge keek mij zwijgend aan. Zijn zwappe droop van het geronnen bloed door het zoute water opgelost. Ik vroeg hem wie hij was en wat hij deed en wat hij dacht. Hij rook naar zware check en verzuurde dranken, die als een eeuwenoude deken in zijn huid waren gebrand. Ik zag zijn naam op bladzij 2 van de krant, uit ons midden weggenomen, tot as was hij verbrand. Ik liep naar buiten en zag de meester en de raaf, op weg naar ons huis. Het rode licht was uitgedoofd. Wat achterbleef was bloed. Dat kleefde aan zijn handen. In zout water opgelost. Jan Bilsing. Uw huidplooien zal ik schoon wassen. Van levensvet ontdoen. Openingen vullen om het vloeien te stoppen. Haar en nagels te knippen. En ik zal zorgvuldig een lach schilderen op uw gezicht. Iedereen zal uw schoonheid zien. Mijn werk doe ik in het donker. U maakt het niet meer mee. Hebt geen idee van dag of nacht. Geen haast meer, geen plaats, geen tijd. Alleen uw ogen blijven geloken. Kijken op hun best naar binnen. Mag ik vragen? Wat ziet u daar waar u in die andere vorm van bewustzijn het meest van geniet? Mijn werk doe ik op de tast. Ik streel u zacht, strijk rimpels glad, hoop dat mijn voelen u nog goed doet. Dat het kwaad, dat er ongetwijfeld was, u niet wordt aangerekend en het goede dat u deed, voor altijd zal blijven bestaan. Dat u als herinnering zal blijven leven in de mensen die u straks dragen willen, dat zij kunnen zeggen, het is goed zo, en voor een laatste groet hun pas zullen vertragen, misschien. Hoe oud was uw dochter eigenlijk toen u stierf? Ik vraag zomaar wat, verwacht geen antwoorden meer. Nu u gewassen bent, kleed ik u in uw liefste kleuren. Stift uw lippen.
De dood is zo intiem. Hanneke Middelburg. Ik ben niet naar de slager geweest. Hij is dik en kaal, zijn handen harig. Vandaag heb ik besloten vegetariër te worden. Vleeselijke lusten bezorgen mij ongemak. De postbode brengt een brief van mijn zusje. Zij heeft dun zijn tot kunst verheven. De hemel laat een doorweekte engel vallen. Ik vang hem bij de vleugels en hang hem aan de waslijn naast een konijn met rode ogen en obstipatie. Kringspieren zijn de ogen van het heelal. Kort na sluitingstijd arriveer ik thuis. Zonder sleutel laat mijn man mij er niet in. Op de mat ligt een slaapzak met defecte rits. Ik pas niet meer in een meisjeslijf. Ontgroeien kun je alles wat niet stilstaat. 3, 2, 1. Rickert Zuiderveld. De stemmen van een 100-koppig koor weerkaatsen langs de muren, rauw en teder. Vlak voor mij een hoogwaardigheidsbekleder. Ik tel de haartjes aan zijn linkeroor en laat de mantels van zijn schouders glijden. Ik kleed hem in gedachten langzaam uit, kras al mijn angsten in zijn bleke huid en laat mijn woede in zijn rugvel snijden. Totdat hij bloedt, de vrome huichelaar. Hij is net als ik. Met huid en haar moet hij de dood in, dan pas zal ik leven. Meneer, u bent ten dode opgeschreven. Een rotte en verdoemde eendagsvlieg. Totdat ik wakker schrik. En baat me die. Ja, maar. En wat deed jou besluiten om hem in te sturen? Of heb je dat ook vaker gedaan? Ik heb 1 keer eerder een sonnet ingestuurd. En toen was ik ook bij de zet van de 100. En ik heb ook een lied gemaakt met deze tekst. Maar die, geen eindversie die ik nu kan laten horen. Maar dat is zeker een tekst die me meteen... Die er meteen ook uitsprong als liedtekst. Ja, het gaat wat strak natuurlijk in het ruimte leggen. Ja, dat is ja. Hoe ging het proces als je dat nou, het duurde veel langer dan ik had gedacht. En ik heb het in partjes gedaan. En ik denk dat ik iedere dag ongeveer 10 gedichten heb gelezen. En allemaal stapeltjes gemaakt van wel, niet. En dan dacht ik, ja, maar die wil ik toch niet op het stapeltje niet. Die moet op het stapeltje wel. En je voelt je heel verantwoordelijk. En het is gewoon hartstikke moeilijk. Ik heb heel veel gewandeld in die tijd. Het was gelukkig een beetje goed weer. Ik had voor mezelf iets van, ik wil er 16 overhouden of zo. En dan daar iedere keer van gaan afromen. Ja, en Andy, waar selecteerde jij dan op? Er zijn er ja, nee en misschien. En daar ben ik dan nog verschillende keren doorgegaan. Tot ik er 25 overhield. En die heb ik allemaal voorgelezen aan mijn vrouw. En dat staat zo'n beetje op dezelfde lijn. Ja. We vonden elkaar er wel in. Dus het was voor mij ook wel een bevestiging wat ik zelf zo'n beetje dacht. Maar het gaat ook, denk ik, over de rijkheid van die niet gelimiteerde impulsen. Het gaat over de muziek en verbeelding. Ik denk dat muziek voor mij het helderst naar boven kan borrelen als ik het lekker luid op in de woonkamer mag roepen tegen iemand. Virginie, wat viel jou op uit die 100 en waar selecteerde jij uiteindelijk op? Waar let ik op? Ja, de zaken die al genoemd zijn, de muzikaliteit, maar ook de techniek of een ritme wordt aangehouden of de originaliteit van beelden, de beeldspraak, of je verrast wordt of het... met een niet-poëtisch woord of authentiek overkomt. Heel wat dingen, maar heel vaak zit er ook iets wat je niet technisch kan benoemen. Zit er iets onder wat je aanvoelt en wat je aangrijpt of wat je frappeert eigenlijk. En dan bleek in het gesprek dat bij verschillende mensen terugkwam. Dus dan denk ik, ja. Als er iets gebeurt wat je ook helemaal niet verwacht. Als je wordt verrast in een gedicht en daardoor ontstaat er ook een beeld dat zich in je hoofd en in je hart vastzuigt. Wat eigenlijk heel opvallend was in het juryberaad, is dat wij een opmerkelijke overeenkomst hadden. Terwijl ik dacht van, dit gaat nooit lukken. Wat is het belang van een dichtprijs? Er zit voor mij nog iets anders aan. Wat cultureel belangrijk gevonden wordt. Ik denk dat poëzie een manier is om in te tappen op een gemeenschappelijkheid die zich vaak niet op andere, althans voor mij, niet op andere manieren laat uitdrukken.
En ik denk dat de significantie van zo'n prijs is om te galvanizen, om mensen die zich al tot deze bron verhouden, te bevestigen in hun vermogen te schrijven, maar ook te benadrukken dat het werk dat zij doen, op hun schrijfkamertjes, op hun kantoortjes thuis, voor mij gewoon voelt als een bevestiging van dit werk dat wij doen. Het mag er zijn. Het mag er zijn. Het ging er redelijk geciviliseerd aan toe. De wijn is pas op tafel gekomen nadat we top 3 hadden gekozen. Ieder had zijn favorieten en in sommige gedichten waren er wel raakpunten waar anderen zich in konden vinden. En ik denk dat we allemaal hebben geprobeerd om een aantal dingen te beargumenteren in die gedichten die ons aanspraken. En ja, iedereen is eigenlijk gewoon heel erg redelijk geweest, denk ik. En dat heeft enorm geholpen, want zo had ik het nog niet bekeken. Dat is misschien toch wel interessant. Oh, je vindt dat gedicht het beste. Ik had er misschien een beetje over gekeken. Ik bekijk het nu terug. En misschien is dit toch niet helemaal zo perfect als ik dacht, want daar en daar. Tot slot, want je weet, dat anonieme, dat is natuurlijk ook spannend. Je ziet niet, wat ik in het begin zei, je ziet niet iets in de context, hè, want dat kan ook een werk zijn. En jij had nog even over Lieke Marsman, wat was haar inbreng? Ze kon er niet zijn, want ze is natuurlijk ook een personality. Ja, het is heel jammer natuurlijk dat ze er niet bij kon zijn, maar zij had vooraf een verslag opgemaakt ook. En ja, verrassend genoeg waren er ook heel veel raakpunten met, en ook wat zij als eerste had geselecteerd, daar zijn we het ook over eens geworden. Dus leuk om te jureren, maar denk ik ook lastig, hè? Je gaat heel veel mensen nu... Ik dacht net, je vroeg net aan een van de dichters, waarom heb je dit geschreven? Soms is dat heel moeilijk te beantwoorden, inderdaad, iedereen heeft daar waarschijnlijk een ander antwoord op van hoe begin je aan een tekst of waarom heb je deze tekst geschreven. Maar ik dacht, dan is het wel leuk om dit lied te schrijven, want hierbij is de aanleiding denk ik heel duidelijk. Ik zal je wel vergeten, en ik weet zelfs ook al hoe. Ik neem voorlopig vrij, ga naar elk feest toe. En ik zal dansen en drinken, totdat ik ben verdoofd. En zo verdwijn je langzaam, maar zeker uit mijn hoofd. En ik zal aan dingen denken waar ik vroeger ook aan dacht. Geen idee meer wat dat was, maar ik krijg vast weer iets bedacht. En ik ga weer dingen doen die ik voordat jij kwam of deed. En zo weet ik wel zeker. Ook radicaler en het kan ook destructief, maar ik heb dat zo vaak al gedaan. Is er ook een alternatief? Of misschien moet ik eens huilen of verdrietig om niet zijn, maar dan wil ik eerst een wapen of een werkend medicijn. Misschien moet ik eens zingen over mijn gebroken hart en niet doen alsof ik koud ben, ook al ben ik wat verhard. Dus bij deze, ja ik voel iets, ben ik nu een goed persoon. Of misschien niet eens veel beter, maar tenminste heel gewoon. Schrijven is therapeutisch, dus schrijf ik een gedicht of lied. Maar ik heb een oeuvre vol geschreven, dus de therapie werkt niet. Oh, ik heb het geprobeerd, ik heb er alles aan gedaan. Mag ik nu gewoon weer dronken, alle feestjes af langs gaan? We gaan naar de derde prijs. Dan wil ik heel graag jurylid Virginie Plateau naar voren roepen. Jij gaat dit bekendmaken. De derde prijs gaat naar iemand die nu naar voren mag komen. August Tonen. Ja. Je moet even
naar het publiek staan? En een applaus voor Judith, die dit natuurlijk heel erg doet. En het is de dag dat er niets gebeurde. En wij als jury dachten eindelijk aandacht voor niets. Hoewel er inderdaad niets gebeurt, gebeurt er wel degelijk iets wanneer je dit bericht leest, dit gedicht leest. Een knappe vertelling met onvergetelijke details die spot met onze sensatiegeilheid. Ik weet nog precies waar ik was. Een clichématige openingszin die ijzersterk blijft. Een zin die we allemaal in de mond nemen om vervolgens het leven een soort tweedehands invulling te geven. Er volgt een opsomming van niet gebeurde rampen of niet uitgekomen dreigingen. En deze opsomming is precies lang genoeg om de spanning vast te houden. Ineens worden we geconfronteerd met een schijnbaar futiel feit. Ik droeg die grijze broek, of was het die geruite? Waardoor het verhaal een persoonlijk accent krijgt. De ik van de openingszin wordt nu een reëel persoon. We leven mee alsof wij die ik zijn. En dan komt de moeder van de ik in beeld. Heb je het ook gezien? Vraagt ze. De lezer is weer terug bij de figuur op de bank. Die perspectiefwisselingen werken goed, in combinatie met een heerlijk ritme. Het niets in dit gedicht overstijgt het dagelijkse. Het menselijk tekortschieten, samen met een absurditeit, draait elke verwachting om. Alles culminerend in het niets. De dag dat er niets gebeurde. Dat er niets gebeurde. De dag toen er niets doorbrak, uitbrak, ontstak of buiten zijn oevers trad. Niets dat scheurde, spleet, vrijkwam, losschoot of zich in iets anders boorde. Er was de brief die niet arriveerde, de intentie die niet werd uitgesproken, de angst die niemand bekroop. De schreeuw die nooit de keel verliet, de razende windhoos die alles op zijn pad ongemoeid liet, het scheepswrak in de Zuidzee dat onontdekt bleef, het hoofd dat op de hals bleef, de soldaat die van een koude oorlog thuis kwam, de brand die het bos tot aan de grond toe spaarde. Ik droeg die grijze broek, of was het die geruite, en zat de hele dag aan de buis gekluisterd, waar steeds hetzelfde fragment herhaald werd van de minister-president, de klaarlichte dag, en voor het oog van de camera's zei dat hij zich niet kon herinneren iets over iets gezegd had. Daarna kwam er een historicus die sprak van een historische dag als alle anderen, en een orkest dat een met kussens gedempte symfonie speelde. Niet veel later belde mijn moeder. Mm-hmm. Heb je het ook gezien, vroeg ze. Ik kon haar waarheid antwoorden dat mij niets, maar dan ook helemaal niets, was ontgaan. Wow. Voor jou ook belangrijk, dat je wel dacht, ik haal allemaal dingen bij van ja, dit is maar zo absurd in wat voor wereld we leven. Ja, het is niet zo dat ik opzettelijk humor bijhaal, nee, die sluipt op een verrassing. Het is toch een dag dat er iets gebeurde, August. Ja. Want je hebt de derde prijs. Ja. Hoe blij ben je ermee? Het is geweldig, ja. Dankjewel. 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 Nieke Gorter! Mute even uitzetten. Video's. Lieke, je kan ons horen? Zeker, ja. Gefeliciteerd, je hebt de tweede prijs. Dankjewel. En, maar je zit thuis vanwege? Corona. Nou ja. Je kan misschien horen aan mijn stem, ben een beetje schor. Ja. Oké, okay. Lisbeth gaat nu het juryrapport voorlezen. Dus luister aandachtig. De tweede prijs. Deze titel in hoofdletters kan een nogal beladen woord zijn, huis. Hoeveel zijn niet zonder of leven in geïmproviseerde huizen, in tenten of misschien wel dozen, maar anno 2022 denk je als lezer ook aan huisjesmelkers, woningnood of een huis dat niet als een thuis wordt ervaren door zoiets als huiselijk geweld,
De associaties bij dit woord zijn er vele. En daarmee is het nogal gewaagd om met juist dit woord een gedicht te beginnen. Maar dan volgt zo'n doeltreffende uitwerking. De eerste strofe neemt je al meteen mee. Eén voor één kwamen we uit de grond gekropen. Stapelden gedachten tot het huis en namen plaats aan de gedekte tafel. Dit gedicht geeft een prachtig en subtiel ontwikkeld beeld van een huis als een veilige en tegelijkertijd onveilige plek. Een gedekte tafel waaraan het ooit goed toeven was. De kamers die ooit roken naar vanille en pijptabak kunnen letterlijke, bestaande kamers uit het verleden van de dichter zijn. Maar je kunt ze tegelijkertijd ook lezen als metaforen voor een wereld die nog betrekkelijk veilig was. Zo wordt er steeds op twee niveaus geredeneerd. Het kleine persoonlijke leven en de niet te omvatten buitenwereld vol dreigingen vormen elkaars spiegel. Sterke formuleringen stuwen het gedicht voort, zoals de muren hingen vol mensen met zonnekleppen en smeltend ijs rond hun gedrapeerde monden. Dit kunnen net zo goed apocalyptische beelden als een reeks zomerfoto's zijn. De rijkdom aan associaties die de woorden huis en tafel oproepen, van een wereld, een opwarmende aarde, tot een familie in haar nadagen is weergaloos. Deze maken het gedicht van het begin tot het eind enerverend en getuigend van vakmanschap. Uit dit gedicht klinkt een grote empathie voor ons, menselijke soort. Ook achter losse plinten kan je schuilen. Een prachtig slotakkoord. Applaus. Lieke, ja, je hoorde het juryrapport. Ja, veel lovende woorden over jou. Ja, je bent duidelijk niet helemaal in orde. Lukt het je om het voor te lezen? Want anders dan hebben we hier genoeg. Ik ga het ook proberen. Eén voor één kwamen we uit de grond gekropen. Tapelden gedachten op het huis. En namen plaats aan de tafel. Die zo lang nog verder kon worden hergekropen. De muren hingen vol mensen. Met zonneklep en smeltend ijs rond hun gedrapeerde monden lachten, glommen onszelf als gekruiste badkamertegels. Iedereen was welkom, dacht ik toen. Ik telde de gezichten, bestudeerde de gebaren, viergelijkende en ging. Doch toen was het gemis onder de nagels en de dreiging van een te grote tafel, of iemand stiekem zijn vingers had gekruist, beloofde hier te blijven. De aarde van het huis zijpelde weg in hiaten, verliep de kamers die ooit roken naar vanille en pijptabak. En wij zoeken met onze vingers in de poelen, of daar nog wat groeide voor herinnering. Ook een stofnest in een nest, ook achter losse plinten kan je schuilen. Ja, wat in die periode was, ging er veel van mijn gedichten gingen. Waren huizen, muren, plafonds. Het ging natuurlijk over het gevoel. Er moet maar niet mogen zijn. Of een verschuiving, gevoelsmatig. Eigenlijk wat eerder ook werd gezegd: de veiligheid versus de onveiligheid van een huis en buit. Dus daar kwam het eigenlijk uit voort. Dat was waarvan uit ik geschreven. Ja, mooi. Ben je familie van? Ja, verre, verre familie van. Het schijnt, ja. Nou, ja. Runs in the family. Van harte gefeliciteerd, heel veel beterschap. Namens iedereen hier, even een applaus voor Lieke. De winnaars nu bekendmaken, maar ik zou jullie willen vragen om niet meteen te applaudisseren, want het is eigenlijk niet helemaal wat het lijkt. En er hangt een klein verhaal aan vast. Hè. Anderhalve week geleden of een week geleden kreeg ik een mailtje met de naam van de winnaar. En die winnaar was Paul Bellemans. Ik heb die man meteen gegoogeld en helemaal niks gevonden. En toen kreeg ik ook verontrustende mailtjes en telefoontjes vanuit Amsterdam. We kunnen die Paul helemaal niet bereiken.
Die mailt niet terug, die neemt zijn telefoon nooit op. En gisteren is de aap uiteindelijk uit de mouw gekomen. Gisteren pas. Men kon Paul eindelijk spreken, maar Paul bleek niet Paul te zijn. Paul Bellemans is het pseudoniem van de dichteres, en nu mogen jullie wel applaudisseren, de Antwerpse dichteres Ruud Lasters. Zijn. Dus het is wel een bedoeling. Dus je zou bijna zeggen, doe het niet. Maar zij moest, want ze is... Ja, Ruud moest werken. Je zou denken, ze krijgt 10.000 euro. Dan kan ze toch eens een dag niet werken. Maar, ja, dan hoef je even niet te werken. Dus Ruud, gefeliciteerd. Maar jij moet, voordat het juryrapport gaat klinken, jij moest werken, hè? Ja, er staat een schoolbord achter mij, zoals je kan zien. Ik zit op school. Het is open deur dat ik bij ons op school. En ja... Ja, ik moest hier zijn, niks aan te doen. Nee, ja. Nee. Ben je benieuwd naar het juryrapport? Absoluut, absoluut. Een gedicht zo kwetsbaar als een abrikoos. De laatste zin is de mooiste die we sinds lang in een gedicht lazen. Alleen al daarom verdient deze dichter de eerste prijs. Voor een gedicht zo fris en speels dat het kippenvel geeft. Het bevat zoveel prachtige beelden, zoveel om op te kauwen. Met behulp van gelatineblaadjes kadert het haarscherp wat er niet van kwam. Oude dromen, een dochter, vergeten abrikozen. Hoe vaker je het leest, hoe meer er is wat niet te stollen valt in één betekenis. Het gaat over kleine dingen, iets met abrikozen maken en... grote dingen leven. En de dichter weet die haarfijn in elkaar te sluiten. Wie doorncicades weer ten gehore brengt en de poëzie ziet van hortend heimwee en sudoku als een aandoening, weet de taal te vangen. Alles kan niet meer, maar in dit gedicht toch wel. Zij het niet per se met opzet. Wie is toch dochter Frederike? Onbedroefd en vreugdeloos, mysterieus en speels met zacht abrikooskleurig licht omgeven, trekt dit gedicht je innerlijke koelkast open. Deze dichter is het zelf. Een ballenraper, een weergaloze vanger van het onbedoelde. Ruud Lasters dus. Het juryrapport ook heel mooi voorgedragen, Andy. Ruud, we willen natuurlijk het gedicht eerst horen en dan wil ik je nog een paar vragen stellen met jou. Veel dank voor het mooie juryrapport gebracht door mijn stadsgenoot Andy Fieris. Ja, heel blij om u te horen, Andy. Ja, pas op. Lees ik het gedicht voor, ja, nu? Ja, abrikozen. Gelatinevellen, gekocht voor bij het abrikozenbeslag, dat ik nooit bereidde. Hoe het opeens raampjes zijn, waardoor ik ook het overige dat er niet van kwam, haarscherp durf te zien. Een minnaar van middernachtmails en een soort stomend, hortend heimwee. Een apothekersjas en eigen tijmsiroop voor een heer met hoest, eigen reumazal voor een dame, met sudoku. En bovenal een dochter, Frederike, naar mijn oma, die na 20 halfdove jaren opnieuw de doorncicades horen kon op batterijtjes met alkaline. Alles kan niet meer, Frederike, en dat voelt eindelijk extreem indringend, onbedroefd en vreugdeloos, neutraal in glansdruk. Onnat als deze gelatineblaadjes. Het is een van die prachtdagen dat men zijn frigo vol vlekkerige, harig geworden abrikozen aanzien kan voor een kast vol door- en doorversleten tennisballen voor de training van de ballenrapers, die weergaloze vangers van het onbedoelde. Ik heb een koude stem. Ik heb geen corona,
maar een hele zware verkoudheid en dat kan je wel horen. Ja, Rut, deze wedstrijd is juist anoniem. Waarom koos je ervoor om toch Paul Bellemans achter jouw gedichten? Ja, ik vind... Het zijn er 3 in de bundel. Ik vind het wel fijn, zo'n pseudoniem, dat creëert nog wat mysterie. Dat is een beetje een spel binnen het spel dan. En ja, Paul is eigenlijk mijn derde naam. Ruud Virginie Paul. Paul met een E erachter op mijn pas. En Bellemans is de naam van de juffrouw van het eerste studia die mij heeft leren lezen en schrijven. Vandaar het pseudoniem. Ja. Een beetje een eerbetoon aan haar. Ja. Ik denk dat ze nog leeft. Allee, dat kan mathematisch gezien bijna niet, dat ze nog leeft. Het zou juist kunnen, net nog wel misschien, maar ik denk het niet. Nee. Het was een hele goede leerkracht, een hele lieve juffrouw. En natuurlijk voor een auteur, iemand die heeft leren lezen en schrijven, dat is natuurlijk ja, een betoverende figuur. Hè? Waarom doe je mee aan die gedichtenwedstrijd? Ik vind het een hele toffe wedstrijd, omdat het anoniem is. Dus het is echt een tekstwedstrijd. En wat ook heel tof is, is dat je dus beoordelingen krijgt van de juryleden. Dus de vorige jaren toch, daar verscheen er na verloop van tijd een commentaar onder de gedichten, denk ik, die tot in de top 1000 zijn geraakt. Dit jaar heb ik dat nog niet gezien, maar dat komt misschien nog. Ja. Komt vanavond. Ah, dat is soms echt heel interessant wat die juryleden schrijven. Dat is ongelooflijk. Ik weet ook niet precies wie dat juist schrijft, want dat is niet de kernjury die dat doet, hè. Je stelt me wel voor moeilijke dingen. Ja, ik ben eigenlijk oninterviewbaar. Ik begin altijd een gesprek aan te knopen. Ja, maar je vindt dat interessant dat het juist anoniem, dus mensen weten niets van jouw verleden, bepalen, kijken of dat gedicht... Ja, absoluut. En wat ik ook heel fijn vind, is dat je dan kan uittesten van... Het is eigenlijk een soort van fuiken op zee die worden uitgezet waar je dan je gedicht in plaatst en je kan dan later gaan zien... Zitten er al lezers in? Hoe ver raakt het gedicht in de wedstrijd? Dat wil wel iets zeggen over de communicatie van het gedicht. En voor mij is dichten een zoektocht naar de communicatie met de lezer. En als een gedicht dan bijvoorbeeld het niet haalt, is het ook heel interessant voor mij. Want dan kan ik veel van mijn gedichten hebben het helemaal niet gehaald. En dan kan ik ook bekijken hoe komt dat? Hoe komt dat dit gedicht verder geraakt dan dit? Zit er hier misschien toch een communicatieprobleem. En dat is voor mij heel leerzaam als dichter. En als je dan nog een commentaar krijgt van zo'n jurylid, ja, dat kun je echt wel door groeien. Er zijn al echt wel gedichten van mij die hebben kunnen groeien door eigenlijk de hele interessante commentaar van die mensen. Ja, dus daar is je om te doen. Dus die 10.000 euro kan ik heel goed dan aan een ander. Nee, dat is natuurlijk een hele leuke... Allee, dat is fantastisch om dat te kunnen winnen, maar het gaat toch om creatievreugde in de eerste plaats. En de prijs is een extra motivatie, daar ga ik niet flauw over doen. Ik denk dat iedereen het wel leuk vindt. Nee, het is ook fijn. En trouwens, in Nederland wordt het onderwijs best wel onderbetaald. En ik weet niet hoe het in België is, maar het mag wel best wel een extraatje hebben, hè? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Allee, dat is weer niet de motivatie. Nee. Heel erg gefeliciteerd. En ja, de bloemen en alles wordt je waarschijnlijk opgestuurd. En dat geldt denk ik ook. Rut, de winnares van de gedichtenwedstrijd 2022. Groot applaus. Achtergrond. Ik wil dan Clean Piet, wat een prachtige performance had ik daar. Dankjewel. Ja, toch? Ik dacht, pak ik dat gaan nemen. Nee, dat is maar ja, dat is ook vandaan, dus we moeten even voor de rest. Ja, maar dat is de jury zo meteen. Maar ik ben geen test. Nee, je bent een test. Oké.
Nee, wacht even. Eerst de jury. Annie. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, ja, maar het was ook een hele leuke jury, want Ellen wilde ik, die leidt dan de juryberaad voor, die zei ook, vorig jaar wilde ze helemaal geen lijst. Ik had dan maar bij, ja, het is 5 uur, het is goed. Ik wil er wel op, maar niet met een paddenstoelenkroket in mijn mond. Ja, het is gewoon een witte ballenfeest, toch? Ja, paddenstoelenkroket. Ja, paddenstoelen. Zoveel